hier hebben we een beuk met beukennootjes. Je ziet ze mooi zitten. Echt power food voor wilde zwijnen. En daar kunnen ze een hele tijd op teren. We hebben nu natuurlijk wel de wolf. Die doet wel zijn best. Maar die kan eens eentje nooit de populaties die we hebben baas. Dus afschot is een noodzakelijke handeling die plaats moet vinden om populaties in bedwang te houden. Die willen veel schieten, dus die zorgen ervoor dat er veel voedsel in het veld is. De jagers creëren eigenlijk met veel voedsel de jacht voor de volgende jaren. Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Je ziet hier de grond is omgewoeld. Wilde zwijnen halen wortels omhoog. Het verdroogt allemaal en dat heeft allemaal tot gevolg dat die bosbodem als het ware een beetje afsterft. En ja, dat is wat we proberen te voorkomen. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet eigenlijk zorgen dat het land goed afgebakend is. En dan is het einde probleem.